Het project heet Werk en Leren. Dat is het project waar deze samenwerking met Van Helvoort onderdeel van uitmaakt. Is een project wat tot stand is gekomen eigenlijk vanuit het idee, weten we eigenlijk allemaal, dat het hebben van een baan, werken, of het leren, een opleidingsplek hebben, dat het voor iedereen heel belangrijk is. Je hoort er ergens bij, je leert nieuwe dingen, je creëert kansen voor de toekomst. Voor ons allemaal zo vanzelfsprekend. Maar voor de mensen die binnen een psychiatrische instelling in behandeling zijn, is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Dat zijn mensen die soms hun baan wel hebben gehad, maar kwijt zijn geraakt. Of eigenlijk niet de kans hebben gekregen om überhaupt ergens aan het werk te komen. De meerwaarde zie ik in dat onze populatie, onze jongens, dus echt een idee krijgen wat het bedrijfsleven nu eigenlijk werkelijk inhoudt. De meeste van ons hebben totaal geen idee, we hebben nooit gewerkt en nu worden we in het diepe gegooid. En dan komen er hele kleine dingen naar boven, wat voor ons allemaal heel vanzelfsprekend is, maar voor onze jongens echt niet. En dan noem ik maar iets brood meenemen. Oei, de meeste hebben zelfs geen brood. In de GGZ is het vrij normaal dat mensen bijvoorbeeld bezig zijn met een zinvolle daginvulling, maar dat doen ze dan op de terreinen van de GGZ-organisatie zelf. En dat is de belangrijkste aanleiding voor dit project. We weten dat het nog meer waarde toevoegt op het moment dat je mensen dat vooral in de maatschappij laat doen. Nou, vanuit dat idee is het initiatief genomen om daar een project voor op te tuigen en mensen die behandeld worden binnen GGZ Breeburg voor een psychiatrisch probleem, om die zo snel mogelijk eigenlijk weer terug te brengen de maatschappij. En werken en leren is gewoon een middel wat we daarvoor inzetten. Ik had in het begin altijd heel veel duidelijkheid nodig van als we ergens naartoe gingen of wat voor projecten we gingen doen. En toen werd me toen ook aangeraden. Toen zeiden ze ook van nou, elke keer als je dus iets gaat doen, zeg maar, of ergens meegaat met iemand naar een project, geef daar gewoon van tevoren aan als je nog nooit met hem hebt gewerkt. En daardoor ja, dan maak je een beetje duidelijkheid, zeg maar. Dat is voor hun ook makkelijker en voor jezelf ook. Wij zien eigenlijk een maatschappelijke ontwikkeling, met name ook in de zorg. Dus mensen die moeten toch eerder weer terug in het arbeidsproces. En dan is het ook heel erg leuk als je daar als bedrijf een bijdrage aan kunt leveren, maar ook daaraan in zo'n ontwikkeling mee kunt gaan. Dus GGZ Breeburg zit zelf in een ontwikkeling. En dat vind ik eigenlijk het leuke, dat we daar samen in optrekken, samen in groeien en samen ook in ontwikkelen. Dan kunnen wij zelf ook maatschappelijk iets meer betekenen, denk ik. Ja, je hoort dat je mensen met psychische problemen gaat werken. En die een rugzakje, burn-out, noem maar op, van alles. En dan toch, jij, als je op televisie kijkt, hè, je weet zelf, dan word je wel snel van, we gaan met mensen werken die heel snel doorflippen of die zijn gewoon echt niet goed. Maar ik moet zeggen, dat is bij mij echt helemaal omgedraaid. Dat je nou wel ziet van, eigenlijk hoe zwaar ze het eigenlijk wel hebben, ben ik heel eerlijk in. Ze hebben gewoon zoveel meegemaakt wat je eigenlijk niet gunt. Denk. Zo zie ik. Ik denk dat het wel helpt voor herstel, zeg maar. Vooral als je op een gegeven moment al iets verder bent om herstellende, zeg maar. Dan is het ook wel eens fijn om op een ander bedrijf ook te proeven hoe ze het daar doen, zeg maar. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Breeburg heeft in de afgelopen jaren, zeg maar, het soort van dagbestedingsprojecten zelf opgebouwd. Is daar eigenlijk ook zelf soort van ondernemer van geworden. Dus dan moet ook geld verdiend worden. En we zijn een organisatie waar mensen behandeld worden voor een GGZ-probleem, maar zijn niet per se daarmee een goede ondernemer. En we hebben eigenlijk de conclusie getrokken, als je dat nou goed wil doen, laat dat dan doen door de mensen die daar verstand van hebben, de ondernemers zelf. Ik denk dat het een hele nieuwe dimensie van leidinggeven is. Dus we hebben zeer ervaren voormannen in dienst en die ook al heel veel leerlingen hebben opgeleid. Maar dit is gewoon een ander soort traject. Je gaat dus weer eigenlijk anders kijken naar je eigen manier van werken. Als je hoort met wat ze mee hebben gemaakt en hoe ze het nou in één keer allemaal voor elkaar kunnen draaien, zeg maar. Dan denk ik toch wel, ook al hebben ze het moeilijk en hebben ze een rugzak, dat is toch allemaal heel knap doen. Stuk voor stuk. Want ze willen wel alles aan doen om weer er bovenop te komen. Mijn rol is binnen dit project is trajectbegeleider. En dat betekent dat ik samen met de deelnemer de doelen afspreek en formuleer en ook zorg voor een vertaalslag in de praktijk. Dus
tijdens het groenwerk, laat maar zeggen, hoe dat er dan uit moet zien. En daarnaast ben ik ook de, ik noem maar even linking pin, richting de betrokken partijen. Dus dat is zowel het bedrijf van Helvoort als onze GGZ, de behandelaren, de deelnemer en ook de werkbegeleider. Je staat eigenlijk met mensen te werken die geen cliënt zijn, zeg maar. En er komt ook wel een stukje zelfstandigheid uit te voren. En ja, je leert er ook wel van om zelfstandiger te worden, tenminste dat je, hoe moet ik het zeggen, dat je niet zo snel terug op iemand kunt vallen, maar dat je probeert zelfstandiger te worden, ja. Je moet van tevoren erop bedacht zijn dat je veel tijd investeert in de relatie en dat je ook echt open moet staan om te leren daarin. Voor een bedrijf zal er dan echt rekening mee moeten houden, zeg maar, dat er dus mensen zijn die, net als ik, zeg maar, die er nog niet gelijk hele dagen mee kunnen, zeg maar. Dat er langzaam gewoon opgebouwd worden en dat is gewoon met alles. Het is sowieso natuurlijk een uitbreiding op onze onderhoudsportefeuille. En wellicht ook in de toekomst, en dat klinkt nu misschien gek, omdat we nu eigenlijk continu op zoek zijn naar nieuw werk. Maar in de toekomst zullen we ook zeker weer op zoek zijn naar nieuw personeel. En dan is het gewoon fijn om vanuit zo'n bron ook weer te kunnen putten. Ja, je zorgt meer voor de uitstroom richting de toekomst. Mensen die krijgen meer perspectief en weten vaak beter, nou die kant ga ik op. En wat ik heel belangrijk vind is dat je op zo'n manier, door op zo'n manier samen te werken, eigenlijk ook een andere relatie krijgt met een bedrijf. Ja, we moeten meestal voor de laagste prijs in een aanbesteding. En hier kunnen we eigenlijk een relatie opbouwen. En kunnen we veel meer gaan kijken van hoe kan je daar samen nog veel meer uithalen dan in een normale samenwerking. Toen ik eenmaal het groen in was gegaan, dat vind ik eigenlijk hartstikke leuk. En het gaat ook goed met school en alles. Ik ben nu met mijn examens bezig. En dan wil ik daarvoor slagen en dan wil ik daarna van niveau 3 gaan, zeg maar. Zodoende.